Hallo. En welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 89. Ja. 89 dus. Ja. Zullen we beginnen? Ja, prima. Ik heb een heleboel spullen liggen. Zoals altijd. En laten we gewoon met het allereerste beginnen. Oh, je hebt al... Ja. Oh, goed, begin jij maar. Ja. Oké, ik heb hier een doosje meegenomen, René. Mm-hmm. Met een aantal muntjes. Zoals je kunt zien is het doosje massief. Mm-hmm. Mag de munt even controleren als je wil. Ja. $0.5. Ja. Let goed op. Ik ga het even zo doen. Kijk ze erop. 4 munten. En de bedoeling is dat de munten van hieruit naar het doosje gaan. Oh. Ja, ik moet het een beetje oefenen. Moet door het glas heen gaan, bedoel je? Ja, dat is de bedoeling. Oké, okay, dan gooi je dat op van hier. Oké. Okay. En deze truc is de Opongo Box. Hebben we al ooit eerder laten zien. Op dit 28 of 38. Dat is nu een aanbieding. Op is op, wordt niet meer gemaakt. Normaal €89. En nu voor €50. Nu voor €50, dus op is op. Ja. Het is een box met meerdere mogelijkheden. Ja. Compleet met halve dollars, nieuwe halve dollars. Dus een mooie gepolijst halve dollars, zeg maar voor glimmend. Doosje, dvd, alles wat je nodig hebt behalve het glas. Goed gemaakt van Louis Matos, dus weet je ook dat het kwalitatief heel goed is. Ja. Nou je dat hebt laten zien, kan ik natuurlijk eigenlijk niet echt achterblijven. Omdat jij een truc met een doosje deed, pak ik ook een truc met één doosje. Doosje. Massief, net jouw doosje. 4 munten. Je mag hem erin leggen als je wil. 1, 2, 3, 4. Dekseltje. Zet het dekseltje erop, op deze manier. Zet het hele doosje op je hand. Tik, tik. En de munten gaan volledig door je hand heen. En het doosje is helemaal leeg. Alles mag gecheckt worden. Allemaal massief. De munten zijn echt, kun je op lenen. En klaar. Stel dat je dit truc zou herhalen, durven wegzetten. Dan zeg ik, hey, we hebben een doosje. Kijk, doosje zitten 4 muntjes in. Kan je de truc ook iets anders doen? Dat gaat als volgt. Zo, doosje. Met 4 muntjes erin. Dekseltje. Dekseltje gaat bovenop. Hele doosje pak je op. Zet je op je hand neer op deze manier. Zo. De munt zit er echt in trouwens, voor de mensen die twijfelen. Tikt. 1, 2, 3, 4. En de munten gaan één voor één door het doosje heen. Zie. En het doosje is helemaal leeg. Dan denk je, waarom doet hij die truc 2 keer? Omdat er toch een klein verschil zat tussen de twee vertoningen. Het waren ook 2 verschillende doosjes. De eerste was de Okito Box en de tweede is de Boston Box. De eerste is een Okito Box. Dus het doosje niet geprepareerd, kun je laten onderzoeken. Als je ziet, is het effect hetzelfde. Bij de tweede kon je het op het allerlaatste moment laten zien dat de munten in het doosje zitten. Maar die kun je niet laten onderzoeken. Ja. Maar je zou natuurlijk wel het doosje op het laatst gewoon in je zak kunnen stoppen. En als iemand zegt, hey, mag ik het doosje even zien? Dan pak je alsnog je Okito Box die je misschien ook in je zak hebt zitten. Voor het idee, de Okito Box kost €12,50 zonder munten. De Boston Box, dat is een speciale doosje, kost ook €12,50. We hebben altijd een combi, Okito en Boston Box combi, voor de 2 euro munt. €20 op de website. Dus die aanbieding is blijvend al jaren. Dus dan heb je allebei de boxen voor €20. Een Quitebox en Postelbox. Maar, ja. Ik heb nog iets meegenomen. Hè? Ja. Een doosje. Nog een doosje. Ja. En in dat doosje heb ik een spaargeld. Nou, €1,50. Ik spaar. 1. 1 ijsje aan je spaargeld is. 2. 3. Zullen we nog een ijsje voor kunnen krijgen tegenwoordig? Dekseltje erop. Let goed op. Dat is 1. En in het doosje. Ik zal nog iets aan zien. Deze hebben we gehad, die wil ik even in de kant doen. Zo. 2 muntjes te gaan. Ja. Goed op, laten we gaan in één keer zo snel. Zien? Weet ik niet. Oh, mag ik even.
Hieronder dan? Nee. Maar ik knip de vingers en er gebeurt een wonder. Kijk. Prachtig. Oké. Okay. Nog een keer? Ja. Laatste muntje. Denk je dat lukt? Ik heb geen idee. Als jij, hoe vind je dit er wel? Niet gelukkig. Kijk. Die zit onder het doosje. Had je niet gezien, hè? Ik zal nog een keer doen. Van hier, laat doen. Van hier. Bovenop het doosje. Oké. Okay. Leuk. En in principe is alles te onderzoeken. Oké. Okay. En ook dit is weer een variant. Dit is eigenlijk de Okito-box waarover we het net hadden. Alleen dit is de Okito-slotbox. Ja, slotbox. Met een mogelijkheid. Moeten we dat verklappen? Ja. Misschien zeg ik de woord al genoeg. Nee? Nou, slotten. Dat is wel goed zeggen, een gleuf. In principe om munten achter te houden. Ja. Dat is het. Noem het een soort Okito Chop Cup. Ja, alleen is het dan niet met... Maar dit heeft gewoon met magneten te maken. Maar ze zouden het een beetje kunnen zien. Nou, de mensen kennen ze beter dan een beetje wat ermee kan. En overigens hebben we dit ook nog in Boston Box Slotbox. Ja. En die hebben een 50 cent, 2 euro en een halve dollar. Dus we wilden je niet alles laten zien, want dan stonden hier gewoon 14 box of zo. Maar je hebt dus gewone muntendoosjes, de Boston Okito Box. Zeg 50 maar. Cent en 2 euro. Je hebt ze geprepareerd, heb je ze. De Boston en Okito hebben trouwens ook in 50 cent en 2 euro en een halve dollar allemaal. En de slotboxen hebben we in Boston en Okito. En ook in 2 euro, halve dollar, 50 cent. Prijzen, check even de website. Want er staan... het zijn allemaal verschillende prijzen. Dus om nu om op te noemen, dat wordt niemand duidelijk van. Dit is al veel informatie door elkaar. Maar ja, allemaal verschillende mogelijkheden. Dus erg leuk. Ja. Om die doosje. Heel oud al, maar wel heel leuk. Leuk. En ja, dit was één routine. Ja, dus een mogelijkheid daarmee inderdaad. Ja. Hey, ik heb nog eens iets anders. Een konijn in een witte hoed. Oh ja, achterkant zal ik ook laten zien. De achterkant van die kaart is helemaal... allemaal zeg maar kleine konijntjes in de hoed. Ik zal het even hier zo neerleggen. Raken we verder even niet aan. En ik heb een soort catalogus. Hier is allemaal kleuren hoeden. Je mag een getal noemen van 1 tot met 4. 3. 3. Oké, ik ga het tellen. 1, 2, 3, 4. Dus als je 3 zei, hè? Ja. 1, 2, 3, kom je uit op groot. Ja, maar een gewone gokkenhoed is meestal toch zwart? Ja, maar daar ging het niet om. Jij kiest zo groot, jij hebt 3 gekozen. Daar kan ik niks aan doen. Een ander verhaal. Rood hadden we, hè? Ja. Let op. En voilà. Weg is de rode hoed. Ja, zegt weg. Maar kijk. Want het konijn zit nu in een rode hoed. Ja, je mag onderzoeken, maar ik wil mijn vingers op, want dat is een beetje gescheurd tijdens alle demo's. Ik denk, die zijn mooi op de camera. Maar in principe, op het moment dat ze elkaar onderzoeken, is niks mis mee. Ook deze hebben we volgens mij al misschien al 12, 15 jaar als demo model, vandaar dat die niet meer heel mooi is. Color me a hat heet dat. Dus kleur mij in hoed. Dus niet in hoofd, maar als je gaat intikken, color me a hat. €12,50. Makkelijk te doen, leuk te doen, goedkoop, plat mee te nemen. Kortom, alleen maar voordelen, vind ik. En als we het over hoeden hebben, een goochelregel ook meestal een goochelstok. Ja. Heel mooi gemaakt, vind ik. Ja, hout. En deze is ook mooi voor allemaal wandspins en voor dingetjes te doen. Dus kun je mooi gebruiken bijvoorbeeld ook voor de wandspin. En die goochelstok kost €15,50. €15,50. In een mooi stoffen hoesje nog. Met een poetsdoekje erbij ook nog. Maar compleet. Ik vind het een mooie stok. Hè? Ja, voor dat geld is er 15,50 een stok. En mooi gebalanceerd inderdaad. Ja. Mooi stok, ja. Oké. Okay. Kerstspelkaarten. Zou jij ergens een kaart, een kerstkaart uit willen halen? Ja. Ja, oké. Okay. Zet even je... naam op de pakketkaart, zet even je naam erop. God, nou de zin, man. Jezus. Oké, okay, dat was een grapje. Dit was... heb jij nog een idee? De knalpen.
Geen truc, maar gewoon grappig. Meestal moet je de onderdelen zoeken trouwens. Dus met het kan gaan die onderdelen. Ik wist dat het ging gebeuren, maar toch schrik je ervan. Knalpen. Er kunnen gewoon de simpele knallers in. Die hebben we even niet nu, gewoon knallertjes. Maar je kunt van die ringetjes die in de pistooltjes zitten, kun je losknippen en erin stoppen. Je kunt overal krijgen. Wij krijgen ze ook weer, maar we hebben ze nu even niet. Maar we wilden die pen gewoon even laten zien. Knalpen kost €4,50. Gewoon een grapje. Ik heb deze ooit gebruikt. Met een optreden had ik iemand die... die was een beetje vervelend. En ik wilde het toch op een beetje op een nette manier aanpakken. En ik vond dit eigenlijk wel een goede oplossing. Ik liet hem in een kaart kiezen. Ik zou er even wat op schrijven. En hij schrikt. Iedereen lacht. Hij vindt het achteraf ook leuk. Dus je hebt hem niet in de... Ja, niet in de zijkant, zeg maar. Ja. Dus ik vond het wel creatief. Ja. Wacht, zelfs bij elkaar. Het is allemaal... Oh, hebben we laten zien wat die kost trouwens? 4,50. Allemaal blauwe kaarten. Nou, waarom laat ik dat zien? Nou, er is... ik heb hier een doos. Zie. Doos. Ik stop allemaal die kaarten er even in. Zo. Kijk. Zou jij de doos even willen openmaken? Oké. Okay. Helemaal openmaken. Ik zal hem even... Helemaal openmaken. Ja. Kijk, en dan kun je de kaarten uitschudden. Zie. En dan zie je... Dat nu alle kaarten rood zijn. Nou, dit is geen verkleurende kaartentruc, daar gaat het niet om. Maar dit is de nieuwe Amazebox. De Amazebox Craft. Nou, de Amazebox is een box waarmee je biljets of briefjes kunt switchen. Nou, dat kunnen we hier doen, maar het is visueel niet sterk. Ik ga het nu gewoon even laten zien wat het idee is. Volgens mij kun je met deze tot 300 biljets switchen. Eerder waren er al de Amazebox. Ik maak hem even open. Hij is net nieuw uit de doos gehaald. Dus hij is nog niet, zeg maar, gewend aan deze positie. Maar zit er helemaal vast. De oude van een jaar geleden, zoiets waren wit en zwarte boxen. En het was van een materiaal, een beetje geribbeld materiaal, karton, zeg maar. Waardoor ze vaak ook wel knakten en niet makkelijk mee te nemen waren, vond ik, qua transport en een beetje fragiel. De witte kwam uit, was de standaard, helemaal goed. De zwarte kwam al met een verbetering, daar hadden ze een soort locking mechanisme erin. En dan moest je zelf erin plakken en uitmeten en noem maar op. En nu is er de Amazebox Craft, dus deze, dus het hele ding. Hier gaat hij ook in voor transport, hij valt helemaal plat. Bijzonder mat lijm, plakband kun je met elkaar zetten. Hij is helemaal klaar, met een online video instructie. Je hoeft hem alleen maar open te vouwen. En dan heb je dit. Deze box is echt gewoon. Nee, is echt gewoon. Heel stevig karton. Ja, zeker. Dus het is, zeg maar, geen golfkarton. Dat is waar die andere ding ook een beetje meer voor gemaakt werd. Het is echt heel stevig karton. Ziet er ook nog onschuldiger uit dan een wit of zwarte box. Mm-hmm. En werkt vanzelf. En het mooie is: de toeschouwer kan het openen. Dus de toeschouwer kan met de doos desnoods het publiek ingaan. Het publiek stopt allemaal papiertjes erin met informatie erop. De toeschouwer zelf loopt naar het podium. De toeschouwer zelf maakt hem open, pakt er een briefje uit. En dan is het al gebeurd. Dat is echt zeer gaaf gemaakt. Dus is de Amazebox Craft. Kost €64,95. Persoonlijk denk ik dat de witte en zwarte box gewoon er eigenlijk uitgaan. Ik zie niet zitten waarom dat we die nog zouden gaan verkopen als deze. Ja, we hebben het ziet er ook veel onschuldiger uit. Ja, daarom dus de witte is momenteel niet leverbaar. Maar de zwarte hebben we ook nog. Maar als die op zijn... Denk ik niet dat we die nog gaan bestellen, want het is gewoon, wat moet je met heel veel Amazeboxen. Het is Amazebox Craft. En ik heb veel mensen die ook de oudere versie al hebben gekocht en die echt razend enthousiast zijn. Want het is gewoon een van de makkelijkste manieren, en de meest onschuldige manieren om informatie te forceren, laat ik het zo zeggen. Amazebox. Dat is ook wel grappig. Een soort flesjes noem ik het even, met een gaatje erin. Je hebt er ook eentje. Mag je het balletje erop leggen. Dan hou je tussen duim en wijsvinger. Dat is grappige. Als je hem omkeert, valt het balletje er niet uit. Nee, kijk, als je hem omkeert, valt het balletje er niet uit. Dat is het idee. Als je moet hem omkeren. Dan als je hem omkeert, valt het balletje er niet uit. Ja, als je hem omkeert, valt het balletje er niet uit. Hè? Wacht. Je wou net zeggen, er zal wel iets met deze zijn dan. Ja. Zo, en dan draai je hem om en valt het balletje niet uit. Nee.
Wacht, misschien nog met... Geef mij dat balletje. Misschien zit het in de balletjes. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Pak jij dat balletje, pak ik jouw balletje. Ja. Nou, dit is meer een grappig dingetje met ook alles checkers. Geen preparatie, geen geheim. En dit setje, dat heet de drop-out, no drop-out. Ik zag de link. Oftewel, het valt eruit, het valt er niet uit. Verkopen we al jaren. Ja? Ik zag het liggen en ik zit er in, wat is het? Ja, ik zal het je wel laten zien. En ik snapte er eerlijk gezegd helemaal niks van. Het was 2 dagen geleden. Ja, ja, ja. Terwijl, ik weet best wel veel. Vind ik persoonlijk. Ja, maar dus, je gaat iets anders zoeken dan waar je... Zin en dacht ik van, hè? En toen dacht ik... Het heeft toch wel even geduurd? Ja, 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 ja. En toen achteraf zeg ik, nee, ja, snap je nou eigenlijk niet, werkt sowieso in de dak. Oh ja. Ja. Maar daar kom je gewoon niet op. Dit is echt mooi gemaakt. En toen dachten we, dat gaan we laten zien in de update. Ja. En dit schokkende ding kost maar liefst €3,50. Ja. Vandaag een update, maar op zich leuke prijsjes. Behalve de Macebox is alles volgens mij bijna €125 of zo. Ongeveer. Ja. Oh nee, nee, Pongebok ook niet. Maar goed, we hebben veel dingen die betaalbaar zijn. Dus dat is de drop-out, no drop-out. Dan hebben we nog één ding. En die, ja goed, ik zal het zien. Het is een heel nieuw kaas, maar trouwens net vers open gemaakt. Ligt ook nog compleet op volgorde. Weet je wat? Zou je daar ergens een kaart uit willen pakken waar je zelf wil? Deze wil ik, die. Ja, ja, pak maar. Oké. Ik wil de kaart niet zien. Ja, onthoud maar even, laat hem boven de camera zien, dat ding ook. Ja, leg maar gewoon ergens terug ertussen. Oh. Hier? Ja. Schat de kaart nog even als je wil. Kijk. Normaal de trucs. Oh, ook altijd trucs waarbij ze kaarten terugvinden. Nou, zo handig ben ik ook weer niet. Dus we doen iets anders. Welke kaart had jij gekozen? Oh, ik heb hem zelf even niet gezien. Ik heb maar mensen hebben gezien. Als je de vingers knipt, dan ligt hij in ieder geval bovenop. Dat is, als het goed is, jouw kaart. Maar dat kunnen we niet checken. Maar de mensen wel. Want dus ik neem aan kaart dat niet het... aan het houden. Wat je ook kunt doen, is het volgende. Ik ga er even 1, 2... Ik geef je nog een beetje volgorde, behalve wat jij net geschud hebt. Maar het lag redelijk op. Kijk, 3, 4 azen. Dat is ook niet zo mooi, maar voor het idee. 1, 2, 3, 4 azen. Gaan compleet in het kaartspel. Zitten echt compleet verstopt. Ik kan ze schudden. Toeschouwen maar schudden. Je kan nog op je andere manier schudden wat je zelf wil. En het mooie is, je hoeft alleen maar je vingers te knippen. Om de kaarten komen terug bovenop te liggen. Nou. Deze hebben we blijkbaar nog nooit laten zien in een update. En dit is puur om een idee te geven. Dit is een stripper deck. Oftewel het konische deck. Daarmee kun je heel makkelijk kaarten, ja, ik noem het controleren. Dus je kunt kaarten die iemand kiest, die gaat terug in het spel. Kun jij gewoon super makkelijk, ondanks dat mensen de kaarten schudden, zeg maar. Kun jij die kaart perfect controleren. En kun jij zorgen dat je die onder controle houdt. Dat je hem bijvoorbeeld, zeg maar, bovenop laat komen. Onze stripperdecks zijn gemaakt in Bicycle Poker formaat. We zijn fabriek gesneden. Dat wil zeggen, als je deze kaart bekijkt, is het ook mooi afgewerkt. Het is niet, zeg maar, afgestand zodat je gekke hoeken hebt. Laat ik het zo zeggen, dit is bij de Bicycle... De United States Planker Company hebben dit gedaan, dus dat is ook allemaal mooi afgerond. Is het moeilijk? Nee. Het is een speciaal spel. Mogen mensen checken? Ja hoor. Mensen mogen het ook zelf schudden. Met ze goed schudden. En het stelt je in staat alles te controleren. Je zou zelfs rood en zwart kunnen sorteren, door elkaar schudden. En het split zich weer. Je kan gekozen kaart terugvinden, azen terugvinden, koning. Mm-hmm. Whatever you like. Als je misschien beginnend goochelaar bent ook en je denkt, ja, ik vind het moeilijk om een gekozen kaart die terug in het spel gaat te blijven volgen, dat noemen ze controleren, is dit daarvoor mogelijk een oplossing. Stripper deck kost €10 en is verkrijgbaar in Bicycle Poker rood of blauw, inclusief een instructievideo waarop wij in het Nederlands leren
hoe je met dit spel omgaat. Dus dat is het Strapper Deck. Nou, we hadden dus vandaag niet heel veel nieuwe schokkende dingen. Maar ik moet zeggen, het is wat dat betreft even rustig in Goocheland op het gebied van nieuwe spannende dingen. Mm-hmm. Dus dan trekken we gewoon wat oude dingen uit de kast. En hopen dat je het in ieder geval toch leuk hebt gevonden. Voor ons is het een beetje, ik vind het een vreemde update. Ik kan het niet anders noemen. Maar er komt misschien omdat er niet heel veel nieuwe dingen in zitten. En dat het wat rommelig is met allemaal doosjes die we hebben laten zien en zo. Ja. Ja, dat is wel mij lekker misschien. Maar ik vind het wel... Maar het zijn wel leuke dingen. Ik vind het wel leuk. En we hebben eigenlijk vandaag ook niks moeilijks laten zien. Ja, ook minder voorbereid. Sorry. Ja, oké, we hebben niet echt moeilijke dingen laten zien. Dus ik weet hoe je echt hebt oefenen. Het zijn allemaal dingetjes die echt wel heel makkelijk kunnen doen. Ja. Wilde ik nog iets zeggen? Ja, ik wil nog iets zeker iets zeggen. De nieuwe privacywet is ingegaan, 25 mei. Heb je ook misschien gezien op de site, cookie meldingen, privacy policy. Mensen die onze nieuwsbrief kregen, en dat waren er een heleboel, die ontvangen die niet meer als ze zich niet opnieuw hebben ingeschreven. We hebben 2 weken geleden heb ik een mail gestuurd naar alle klanten met de vraag, wil je de nieuwsbrief nog blijven ontvangen? Zo ja, dan klik even op deze link en schrijf je opnieuw in voor de nieuwsbrief. Tegenwoordig hebben wij zwart op wit nodig dat mensen zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. En dat kan alleen als je dat even doet. Nou, hoe kun je dat alsnog doen? Ga naar onze website. En ga naar de nieuwsbriefpagina. Nou, hoe kom je daar? Als je niet snel weet, klik op een willekeurige categorie of een willekeurig product. En links opent ons menu. Aan de linkerkant alle categorieën, toneeltrucs, close-uptrucs, bla bla bla. Je scrolt helemaal naar beneden. En onderaan zie je links ergens staan nieuwsbrief. Daar klik je op. Kom je op een pagina uit, vul je jouw e-mailadres in. Dan zeg je aanmelden voor de nieuwsbrief. Let op, je krijgt dan een e-mail nog. Check dat anders je spammachine niet meteen krijgt, want dit soort mails kunnen in spam belanden. En dan staat in, weet je zeker dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. En als je dan bevestigt, dan pas krijg je de nieuwsbrief. Dus alleen het veldje invullen is niet genoeg. Wil je aanmelden, doe dat even. Het heeft geen zin om onze mail te sturen met, wil je ons even aanmelden? Of te bellen, wil je me aanmelden? Want we hebben nou eenmaal jouw goedkeuring nodig. Sorry daarvoor, maar het is de nieuwe wet die dat voorschrijft. Dus, dat is het denk ik wel. Niet? Ja, want hier heb ik ook niks. Ik ook. Nee. Meer. Nee. Oké. Okay. Dan zeg ik, kom langs. Kom langs, inderdaad. Je bent welkom. En tot update nummer 9. Hoi.